Plant One is nu nog een grote echo in de fabriekshal in het Botlekgebied. Maar als het goed is, bruist het hier over een paar jaar van de bedrijvigheid. Plant One is een testfabriek voor innovatieve technologie op het gebied van biochemie. Hier worden ideeën uitgewerkt om het energieverbruik in de chemische industrie terug te dringen. Wij zorgen ervoor dat andere bedrijven iets kunnen maken. Die hebben iets uitgevonden, een nieuwe manier om biodiesel bijvoorbeeld te maken. Dat werkt in het laboratorium op reageerbuisniveau en schaal. Maar het is nog niet zeker genoeg om meteen een fabriek van te bouwen. Dus dan wil je graag op iets grotere schaal testen en pionieren en leren. En dat kan hier. Na wat voorbereidend werk van een tweetal robots opende minister Verhagen de proeffabriek met een chemische reactie. Met chemie wordt in Nederland veel geld verdiend en er werken zo'n 65.000 mensen. Daarom heeft het ministerie deze bedrijfstak uitgeroepen tot economische topsector en investeerde in de ontwikkeling van Plant One. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft Plant One mede mogelijk gemaakt met een startsubsidie. En die proeffabriek, die Plant One, dat is een proeffabriek, dat is een heel goed voorbeeld van de innovatiekracht en de creativiteit hier in Rotterdam. Dus dat wilden we ook graag ondersteunen. Volgens Karin Husman zal de echo in Plant One snel plaatsmaken voor het geluid van borrelende proefopstellingen. De directeur verwacht dat de fabriekshal een begrip zal worden als het gaat om innovatie. Over 3 jaar dan staat het hier vrij vol met verschillende soorten pilots. En dat kan van alles zijn. Kijk, en mijn product als Plant One is dan gewoon een goed draaiende faciliteit. Waar iedereen die iets op duurzame innovatie wil doen, gewoon niet meer over nadenkt, maar standaard hier naartoe komt.